Begraafde liefde, hoofdstuk 22. Jasper is aan het afwassen en kijkt de tuin in, naar de plek waar zijn moeder begraven ligt. En plots begint hij van alles te beseffen. Er kloppen dingen niet. Hij zoekt het broodmes, maar hij vindt het niet. Hij laat een kop vallen, snijdt zich eraan, draait er een handdoek rond, bloed spat uit zijn hand. Maar hij gaat naar de tuin en hij begint te graven. En hij graaft en hij graaft en hij vindt zijn moeder. En hij vindt het broodmes dat al lang kwijt was. En op dat moment weet hij, mijn moeder is helemaal niet zomaar gestorven. Geen alcohol, geen drugs. Mijn moeder is vermoord. En hij weet maar al te goed wie het gedaan heeft. Zijn vader. Op dat moment gaat de bel, er staat een man aan zijn deur. De vader van Marjolein. Hij beschuldigt Jasper van, jij verkoopt drugs aan mijn dochter. Maar Jasper weet dat hij het niet was. En hij scheept hem af. En hij stuurt hem weg. En op dat moment weet hij, er klopt hier van alles niet. Ik moet mijn vader vinden, ik moet Marjolein vinden. En hij begint te lopen naar de vijver, naar de plek waar hij ooit met Marjolein is geweest. En op dat moment komt er een combi achter hem gereden. De agenten Lagaste en Van Damme. De vader van Marjolein heeft hen gebeld. En ze begint te dreigen van, kijk, weet je wat er gebeurt met jongetjes die drugs verkopen? Die gaan de cel in. En die gaan daar niet goed behandeld worden. Wij nemen jou nu mee. Lang genoeg gewacht. En Jasper begint te twijfelen. En ze draaien hem om. En ze draaien zijn arm op zijn rug. En hij twijfelt en hij twijfelt. Een naam, Jasper, zeggen ze. Een naam. Geef ons een naam. Zeg wie het gedaan heeft. En dan wordt Jasper rustig. En hij denkt na. Kobe Lauwers, zegt hij. En dan laten ze hem met rust.